Ik moet eerlijk zijn, ik zie er niet altijd goed uit voor wedstrijden. Soms mijn haar een beetje door de war. Ja, dat is wel knap. Ja. Ja, kan het door de war. Deze week in de G-Led Locker Room praat Robin van Persie met Jong Oranje Internationals Myron Boadu van AZ, PSV'er Jordan Theese en Spartaan Abdul Haroui over wat ze geleerd hebben van voetballen op straat, over het maken van keuzes om de allerbeste te worden en welke rol uiterlijk speelt in hun dagelijks leven. In hoeverre loopt u de carrière tot nu toe zoals je die voor ogen had een paar jaar geleden? Of is dat beter of minder of zit je wel een beetje op? Voor mij wel beter eigenlijk, want ik was 2 jaar op de bank hiervoor en nu ben ik basisspeler geworden, wat ik altijd al wilde. Want vorig jaar dacht ik nog van dat ik verhuurd zou worden of verkocht naar een iets mindere club om dan minuten te gaan maken. Maar nu heb ik Europa League gespeeld, bijna alle wedstrijden en nog overwint het zelfs ook nog. Dus ben ik wel blij met mijn carrière tot nu toe. Voor mij loopt het tot nu toe gewoon goed. Ik ben bezig om die volgende stap te maken in mijn carrière en dat gaat tot nu toe prima. En ik zit ook hier bij Jong Oranje, dus daar moet je ook trots op jezelf zijn dat je hier bent. Ja. Want het zijn maar 22, 23 spelers van jouw leeftijdscategorie, dus dan behoor je wel tot de best. En terecht ook, ja. Want ik heb je zien spelen. Dus daar mogen we ook met z'n allen trots op zijn als groep zijnde. Ja, maar dat gevoel ook, weet je, dat je zeg maar, dat straks dat oranje shirt aantrekt, ook bij Jong Oranje. Dat is wel iets, dat is wel mooi toch? Hoe belangrijk is het om er goed bij te lopen en hoe belangrijk is uiterlijk vertoon voor jullie? Ja, best wel belangrijk, want nu kom ik gewoon elke week op tv. Ja, maar ja, is toch? Ik kom elke week op tv. Wie heeft de beste sik van jullie drie? Oh ja, zo, jullie hebben alle drie een sikje. Ik wel, maar dan toch niet. Hij heeft hem wel echt goed bijgesneden hier. Dank jullie wel. In mijn tijd had Nigel de Jong ook een heel goede sik. Ook zo lang zo? Ja, heel lang had hij. Ja. Wie geeft het meeste geld uit aan kleding? Ik denk Boa. Nee, ik denk Jordan, man. Denk jij, man. Ja? Ja, wel, man. Nee, man. Is het belangrijk voor jou om er goed uit te zien? Ja, wel goed uit te zien, maar aan kleding. Gewoon trainingspak voor de rest. Ja. Hij ligt. Nee, echt. Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd van die jaren op de pleintjes? Jullie hebben denk ik allemaal pleintjes heel veel gespeeld. Leeftijd is maar een getal. Ja, goeie. Zeker, want op de pleintjes zijn geen regels. Nee, geen regels. De leeftijd speelt geen rol. Overleven. Voor mij gewoon vrijheid spelen. Ja. Niet te veel denken aan waar we net over hadden, druk en dergelijke, maar gewoon vrijheid spelen, gewoon genieten. Want daar op het pleintje kon je wel genieten, maar nu omdat er wat meer druk op zit of weet ik veel wat, kan je opeens niet meer genieten. Nou, gewoon genieten van het spel. Ja. Ja, voor mij ook precies wat hij zei en ook wat het pleintje mij heeft geleerd is dat je ook voor jezelf moet opkomen. Want vroeger speelde je tegen oude gasten. En als die even een schouderduw gaf, moest je wel zeggen van de volgende krijg je hem harder, weet je. Dus dat heb ik wel geleerd van het pleintje. Ja, en ook als je niet wint, dan kan je gewoon een uur gaan wachten als het druk is, op een zondag bijvoorbeeld. Dat is ook het laatste wat je wil. Wie doet zichzelf anders voor tijdens interviews? Ik hoop alle drie niet, maar... Nee, ik niet. Moeilijk deze, hoor. Nee, ik denk niemand van ons. Nou, als ik heel eerlijk ben, moest ik het wel leren. Toen ik 18, 19, 20 was, toen was ik met alles bezig, behalve de camera, eigenlijk behalve de vraag, weet je wel. Dus ik heb dat wel echt moeten leren. Ja, soms moet je een beetje acteren, toch of niet? Ik kan niet altijd... Soms een beetje politiek correct zijn. Ja, toch? Ja, dat is wel echt zo. Maar dat leer je ook pas nadat je het een keer fout hebt gedaan. Nadat je een keer te eerlijk bent geweest. Dat je dan denkt van, oké, wacht even, dat heeft gevolgen dus. Dus ook, ik zeg altijd, ook belangrijk is je omgeving. De mensen die je om je heen kiest, weet je, dat bepaalt ook uiteindelijk waar je Heb je daar wel moeilijke keuzes in moeten maken om bijvoorbeeld van een bepaalde vriend afscheid te nemen? Ja, zeker. Maar ik ben wel gewoon iemand die dat eerlijk zegt van luister, je weet toch, je brengt me daarheen, maar de dag daarna heb ik een wedstrijd. Jij? Ja, nee, ik heb niet echt afscheid moeten nemen of zo van een vriend, dat niet, maar ik ben niet meer heel veel met die jongens. Alleen op vrijdagen en dergelijke, maar
voor de rest van de week niet echt. Dus dat heb ik niet echt meer. Er komt veel bij kijken. Weet je. Als je alles zo op een hoop gooit. Ik heb bijvoorbeeld, ik had 4 jeugdvrienden. Nou, die jongens spreken het allemaal niet meer. Dat vind ik hartstikke vervelend. Maar uiteindelijk konden ze niet mee, zeg maar, in het leven wat ik had. En uiteindelijk heb ik die keuze gemaakt, omdat ik had andere dromen, zeg maar. En ja, dat is dus ook wel op heel jonge leeftijd, moet je best wel al pittige keuzes maken. Met het uiteindelijke doel wat jullie hebben, de allerbeste worden op jouw positie. Weet je, en soms wordt dat wel eens vergeten, denk ik. Dat de wereld waarin jullie leven, dat het eigenlijk een heel klein wereldje is. Een soort luchtbel. En waarin je constant wordt beoordeeld en constant heb je al die meningen, zeg maar, van iedereen. Terwijl ik weet hoe jullie leven, ik weet wat jullie ervoor doen. Snap je wat ik bedoel? Hoe is dat bij jullie? Irriteert dat soms? Ja, veel mensen denken wel dat het, zeg maar, alleen dat we gewoon achter elkaar rennen, maar dat is totaal echt niet zo. Komt heel veel bij kijken. Ja, misschien als je er niet echt verstand van hebt, dan lijkt het misschien wel zo, maar die dingen die daar buiten omheen gaan en dergelijke, wat je er allemaal voor moet doen en wat je er allemaal voor moet laten. Want soms, ik zeg maar iets, op zondag heb je wedstrijd, maar op zaterdag is er een leuk feestje bijvoorbeeld of een bruiloft van iemand waar je eigenlijk wel bij wilt zijn, maar dan moet je het ook bijvoorbeeld gaan laten, om een klein voorbeeld te noemen. Maar ja, het is niet heel makkelijk, maar ik denk wel dat gewoon iedereen hier sterk is en dat is ook een van de redenen. Daarom staan jullie ook. Ja, dat wil ik net zeggen, ja, daarom. Succes aankomende 10 dagen. Ik ga kijken naar jullie. Jullie zijn al echt fantastisch bezig. Dus ik geniet van jullie. En ja, live your dream, man. Gewoon ga ervoor. Op alle levels. En, succes.